Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Upsalaan. Wat ouw? Je bent gek. Hij roept om de gekste dingen, ouw. Zeg je hallo? Zeg je hallo? Maar ik zie niemand naar hem zoeken. Zeg je, ik ben Sam. Nee. Zeg je, ik ben Sam. In ieder geval, Jordi is naar school. De kinderen zijn lekker fruitje aan het eten. Ja, maar Sam zijn altijd op maandag thuis. Ja. Ja. Ik ben moe geboren. En hier zit de andere etter. Hallo. Die is ook lekker fruit aan het eten. En ik ga ze daar komen aan eten. Het is pas 9:30, maar ze gaven aan dat ze trek hadden. Dus dan krijgen ze van mij fruit. Yay. En gisteravond had ik gedoucht. En ik ben nog een beetje hoe ik dit helemaal wil stylen. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ik ben in ieder geval blij dat ik het weer korter heb. Dus daar zijn we tevreden mee. En voor de rest, ja. Ik wil eigenlijk straks ramen wassen. Ja. Maar het kan ook zijn dat ik dat morgen even doe. Want morgen is alleen deze week op terug. Maar ga je nou weer klimmen? Ja. Oh. Hi. Hi. Hallo. Hallo, ik ben Sam, zeg maar. Oh, dat is Bing. Bing? Dat is toch niet erg. Bing ligt daar. Ik ben aan het uploaden. En die jongens die hebben kaasbroodjes gehad. Zitten nog lekker te smikkelen. En Joef zit te azen. Ik ga ze daar zelf even eten. Maar ik wou even geüpload hebben. Dat als ik straks Jordi op ga halen. Dat ik dat in ieder geval klaar heb. En dat ik gewoon verder kan met eten. En dagelijkse beslommeringen enzovoort. Maar goed. Ik ben aan het uploaden. En ik ben nog steeds heel verbaasd over het feit dat we de 1000 volgers hebben gehaald. En 1000 volgers, 1000 geabonneerden, hoe je het ook wil noemen. Wauw, ik ben er echt nog steeds van. Wat, hoe, dat. Ik ben nu al zo lang bezig en het heeft bij mij nooit echt... Het is bij mij nooit echt, zeg maar, een doel geweest om een bepaalde hoeveelheid mensen geabonneerd te krijgen. Mijn doel was echt oprecht om altijd gewoon, al kan ik maar één persoon blij maken met een vlog die ik laat zien. Of kan ik maar één persoon een bepaalde educatie geven in hoe het ruilt en zeilt in een gezin waar beperkingen zijn. En die toch eigenlijk nog wel zo normaal mogelijk proberen te functioneren, zeg maar. Dat. Dus ja, dat is wat we doen. En ons doel altijd is geweest. En daar ben ik eigenlijk altijd wel heel blij mee. Dus dat is eigenlijk wat ik wil melden. Ja, dat. Ik ga daar zelf even eten. Ik heb nog salmsalade staan die ik zelf gemaakt had. Dus ga ik een broodje afbakken. En dan is het alweer bijna tijd om Jordi op te gaan halen. Tijd vliegt op maandag altijd. Ja. Onder het mom van het kan niet gekker worden hier in huis wel tevreden. Dit. Hij kan op de bank liggen. Hij kan op de zitzak liggen. Hij kan overal liggen. Nee, meneer wil op de grond liggen. Moet echt niet gekker worden hier. Oh, trouwens, van het weekend had ik mijn nagels gedaan.
Ik moest alles eraf halen. De eerste set is bij mij nooit goed. Maar hey, het zit erop. Hi! Hi! Hey. Ik hou van jou! Hoi, hey. Je boe! Oh ja, daar ben je doe! Oh, echt? Ik zie dat niet door. Oh, en toen? Snel, George. En toen? Voordat de veer is afgelopen. Het bing. Oh, bing. En toen bing. Auw. Ik doe jou geen auw. Ik doe jou geen auw. Ik deed jou onder je kinnetje kriebelen. Je kriebelen. Oh. Oh. I want to do it. Oh, you. Is it a hard? Oh! Hachu! Kikaboo! Hachu! Zeg je hallo Sam. Hallo Sam. Nee, hij loopt op het lijn. Ik weet al wat hij speelt. Deurstopper. Het is gewoon een deurstopper. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant. Liam, waar ben jij? Ik heb maar één bladzijde nodig. Liam, waar ben jij? Nieuws. Liam! Hey, daar is hij! Hallo Liam! Wat is papa Pig van plan? Was Liam verstoppeld? Papa Pig heeft een papieren boot gemaakt. Dag lekker ding! Ik denk dat ik wel zonder de sportmaat naar een hele goede morgen. Ik heb vanochtend Liam en Jordi weggebracht. En ik ben met Sam daarna naar de winkel geweest. Ik heb boodschappen gedaan. Als het goed is voor een paar dagen en moet ik een paar kleine dingetjes nog halen. Zover het in mijn hoofd reilt en zelt. Dus dat. En voor de rest gaan we het wel weer zien. Ik ga mijn boodschappen opruimen. Ik heb in ieder geval genoeg fruit gehaald. Ik heb een grote watermeloen gehaald. Een mega watermeloen. Groter als mijn gezicht. Liam is daar helemaal gek van. En het is ook makkelijk voor Jordi om mee te geven naar school. Dus dat. Ik ga even opruimen hier. Sammy is lekker buiten aan het spelen. Hi. Ga je zitten? Goed zo. Wee. Hoop boem. Niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Ja, gaan we spelen. Ik ga even hier achter de ramen wassen. Zodat daar in ieder geval geregeld is. Als ik dat al gedaan heb, dan kan ik van de week ook de voorkant even doen. Maar de voorkant moet nog het een en ander bij gebeuren. Dus ik ga even ramen wassen met mijn podcastje. Zo. De ramen aan de binnenkant en de buitenkant aan de achterkant zijn schoon. Dus daar hebben we weer voor elkaar. Ik kan weer door mijn keukenraam heen kijken. Want daar kon je nog niet meer doorheen kijken, zoveel zand dat er tegenaan zat. Maar nu kun je in ieder geval zien dat Sam aan het uitvreten is. Sam, zitten! Schiet op! Ja, schiet op! Dus dat. Ik ga even wat eten. En Sammy ook. Ik heb mijn ramen gewassen. Hier. Kijk of je het zo ziet. Ja, hier ziet het. Hier zo. Ik heb alweer handtekeningen erop. Maar op een bepaalde manier moet je dat op een gegeven moment accepteren. Maar goed, hè? Doe mijn best. Doe mijn best. Ik heb hard gewerkt om die scheidingen schoon te krijgen. Maar ja, hè? Pokkejong. Ik heb
Jordi opgehaald. Die is lekker zijn ding aan het doen. En hier zijn de andere twee leden aan het spelen. Dus ik ben gewoon lekker hier bezig. En dat is wel fijn, want nu kan ik de tuindeur openzetten. Het is warm genoeg. Dus dan... Waar heb jij je drinkfles gelaten? Nu kan ik gewoon de deur open laten staan. Dus dan kan ik gewoon ondertussen opletten. Met slechter weer gaat dat niet. Dus... Maar ik ben er wel blij mee dat het nu wel kan. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik het een en ander hier nog gesjouwd. Ga ik jullie nog in meenemen. Maar niet nu, want ik ga de kinderen klaarmaken. Jordi gaat vandaag niet naar school en dat is niet omdat hij ziek is. Nee, dat is omdat Jordi naar het Radboud moet voor audiologische controle. Audiologisch centrum, daar moet hij heen. Waarom zit dat in het Radboud bij Jordi? Dat is eigenlijk heel simpel. Toen Jordi geboren is, hebben ze de hoortest afgenomen in het Radboud. Daar kwamen ze achter dat hij zwaar slechthorend was. Als je ons ook al langer vroeg, dan weet je ook dat hij altijd buisjes in het Radboud krijgt. Dit komt omdat hij ook altijd voor zijn hiersprong geopereerd moet worden in het Radboud. Dus eigenlijk, omdat daar de operaties plaatsvinden, zeg maar, en niet hier in Den Bosch, zitten die dingen in het Radboud. Omdat het sowieso complex is bij Jordi. En het hele ding is dat alles gewoon in één keer kan. Anders moet hij in het Radboud onder zelve botox. En hier in Den Bosch moet hij onder zelve zijn buisjes. En nou kunnen we dat 9 van 10 keer gewoon combineren. Dus vandaar dat dat daar gewoon is gebleven. Ik ga nou iedereen klaarmaken. En dan Liam en Sam wegbrengen. En dan vervolgens ga ik met Jordi naar Niels' werk toe. En dan gaat Niels mee, want Jordi moet wel in bedwang gehouden worden. En dat is wel altijd een dingetje. Ik kan dat wel, maar nooit goed genoeg zoals Niels het in zijn kracht heeft. Dus vandaar, ik ga iedereen gauw klaarmaken en zorgen dat ik onderweg ga. Heb Jordi, moest even een scheidluier doen. Nou is papa even plassen. En even wachten. Maar alles was prima, alles was goed. We zijn weer thuis. Hij is aan het spelen. Ik ga zo even zijn luier verschonen. En dan gaan we even naar de supermarkt. En dan, wat ga je doen? Wat is er? Wat is er? Wat ga je doen? Wat wil je? In je autootje? Ben je Patrick politie? Joef. Nee, ik ben al bezig met Jordi. Nou, wat ga je doen? Hallo? Hallo? Ga je nou weg? Ga je nou weer weg? Hallo? Ga je nou weer weg? Ik denk je komt wel bij mama. Ik denk je komt wel bij mama. Hé, lekker ding. Lekker ding. Maar dan gaan we even zo naar de winkel. En dan ga ik even lekkere broodjes voor hem halen. Want dat heeft hij wel verdiend. Alles was gewoon prima in het ziekenhuis. We zijn er eigenlijk gewoon voor de katse kut geweest. Ze konden de buisjes niet zien zitten. En over een jaar willen ze weer een hoortest. En ja, hoe denk je dat die hoort? Ja, hetzelfde als normaal. Oost-Indisch doof. Ja, je bent Oost-Indisch doof, hè, jongen? Zeker wel. Ja, Oost-Indisch doof noemen ze dat. Hé, knap het. Oost-Indisch doof. Oost-Indisch doof is hij. Dus ja, dat gaan we doen. En dan om 3 uur moet ik weer bij de school van Liam en Sam zijn. En dan gaan we hem weer ophalen. Dan komt de oppas om 4:30. En dan om 4:00 mag hij weer lekker gaan fysioën. Want de oppas is tot 5:30. Dus dan ga ik even kijken. Misschien dat ik met hem even een rondje ga lopen nog. Gewoon even eruit. Maar goed, hè, dat.
Dat is wat de bedoeling momenteel is. Dus komt goed. Alles ligt in bed. Ja, en volgens mij slapen de twee al. Ja, Sam die slaapt nog niet helemaal. Mm-hmm. Ik ben naar de fysio geweest, de oppas was hier. Met Jordi. En daarna zijn we thuis gekomen, hebben we gegeten. Niels was op een gegeven moment ook thuis. En toen is iedereen op een gegeven moment naar buiten of naar bed gegaan. Ze hebben de hele tijd gespeeld buiten. Toen heb ik Joef gedoucht. Mm-hmm. Die is dus weer schoon. En was aangezet. En de douche gepoetst. En daarna zelf even gedoucht. En dan moet ik dadelijk nog even brood smeren, alles klaarzetten, et cetera. En dan is het alweer een keer klaar. Ik ga de bolkoor ophalen. Ja, een vriendin van ons heeft een huifje ervoor gemaakt. Ja. Dus, ja. Volgende week met slecht weer kan je dan met de bolkoor rijden. Ja, dat. Sowieso. Dat is alleen maar fijn. Dus dat, nou gaan we. Toetje eten. Brownie. Van de Mona. Ja, ja. Dus, ja, dat. We gaan eerst toetje eten en dan gaan we nog wat dingen doen. En dan is het tijd weer om naar bed te gaan. En is weer donderdag. Ja. Jee, tijd vliegt. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie? Hebben jullie allebei verschillende sokken aan? Ja, want het is wereld Down syndroom dag. Dus al mijn gezinsleden hebben andere sokken aan. Ook ik. Ik ga het daar laten zien. Ik heb net Jordi weggebracht. En dan ga ik naar binnen toe. Zodat ik die twee etters wat te eten ga geven. Inmiddels zijn we binnen. Ik ga voor zwart-wit. Sammy, die is voor een Paw Patrol en een bruine gegaan. Liam, welke kleur sokken heb jij? Laat de sokken zien. Hij heeft een blauw en een grijze. Auw. Dus Niels die heeft ook een andere paar sokken. En Jordi heeft ook een andere kleur paar sokken. Jordi heeft geel en groen. Dus dat. Ja, 21 maart is Wereld Down Syndroom dag. Even een educatief momentje. Educatief met Mandy. 21 maart heeft een reden. Want de 21ste chromosoom heeft 3 chromosomen in plaats van 2. Dat maakt Down Syndroom. Trisomie 21. Down syndroom wordt ook wel trisomie 21 genoemd. De 21ste chromosoom die heeft dus 3 in plaats van 2. Dus vandaag 21-3, 21 maart. Daarom is het Wereld Down syndroom dag op die dag. Supergoed initiatief, supergoed plan. Rock your socks, lots of socks. Ik zou zeggen zoek het eens op internet. Rock your socks, lots of socks, Wereld Down syndroom dag. Zoek het gewoon eens op. Misschien word je daar ook nog wel wat slimmer van. Soms is sommige informatie gewoon prima om te weten. Zonder dat je er al te veel moeite voor moet doen. Nou, je klikt de site aan en je bent er eigenlijk al. Want als je Wereld Down syndroom dag invoert, kom je eigenlijk al gelijk op de juiste
excited. Mijn ouders zijn onderweg hierheen. En Liam zit al te wachten in zijn tovenaarspak. Ja, de grote tovenaar ben jij, hè? Ja. Jordi is inmiddels opgehaald. En ik heb bezoek van mijn ouders. En het is heel apart, maar altijd al mijn honden, die worden gehypnotiseerd door opa. Ik heb natuurlijk twee rottweilers gehad. En op de een of andere manier hebben ze altijd iets met mijn vader. Bij ons doet zij dit dus niet, maar bij mijn vader gaat ze zo zitten. En ondertussen is de tovenaar, die is bij oma gaan zitten. Die is oma aan betoveren. Ja, is het zo? Ja? Oma heeft geen pijn. Oma heeft geen pijn, joh. Nee. Ga jij maar straks kieken? Nee, dit is geen pijn. Ja? Ja. Dit is geen pijn. Opa die is geopereerd een tijdje terug aan zijn knie. En Liam die roept de hele tijd opa Owie. Oma heeft geen pijn. Maar hij wil dus controleren. Hij wil controleren, dan pakt hij links en dan slaat hij niks aan. Dus dan moest hij dan rechts. En dan zag je wat, en dan ging hij de hele zak overheen te vliegen. Dat is zo mooi. Trouwens, opa, ik wil even zien. Ja. Ook opa heeft andere schokken aan. Ja, ja. En heeft oma het ook? Zwart en blauw. Dus zelfs opa en oma die steunen Jordi in Wereld Down Syndroom Dag. Dus dat is alleen maar mooi. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Mijn ouders zijn weggegaan. We hebben wat opgeruimd, ik heb brood gesmeerd, alles gedaan. En toen was het alweer tijd om naar bed toe te gaan. Dus ja, dat. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.